Is hier dan de Pokémon van dit meer? Ja, er is een mysterieuze aanwezigheid nu. Bah, thumbnail shot. Daar is die, Miesprit. Yo, Nintendo fans. We hebben een probleem in Legend Arceus, want er is een groot kaboom blauw bam geweest. Ik was gewoon lekker aan het slapen en ineens hoorde ik een keihard geluid buiten. En ja, oké. Nu snap ik waarom. De lucht ziet er best wel raar uit eigenlijk. Iedereen staat buiten een beetje naar de lucht te kijken. Akari kijkt ook een beetje boos en die zegt, Rikachu, kijk naar de Space Rift. Die Magikarp staat er wel mooi bij daar. Oh ja, de grote baas ziet het ook. Naast zijn schoorsteen. Ja, die is niet zo blij zo te zien. Ben jij wel blij? Doe een duimpje omhoog en vergeet even niet te abonneren. Daar help je mij namelijk heel erg mee. En dan gaan wij de mensen hier helpen. Leventon zegt dat er een of andere vreemde energie uit het rift komt. En de hele lucht is rood geworden. Daar komt Silene aan. En die zegt, ik heb gepraat met de commander. Je moet nu even naar zijn kantoortje. Oké, let's go. Hallo meneer Kamado. Die zegt, de lucht is veranderd. Ziet er heel vreemd uit. Het voorspelt niet veel goeds. Adamon vraagt, ja, maar wat is er dan, commander? Wat is er gebeurd? Jij hebt ons hier bij elkaar geroepen omdat we de Noble Pokémon rustig hebben gemaakt, toch? Kamado zegt, ja, dat kan wel wachten. Er is iets dringenders tussen gekomen. De eerste bliksemstraal die Cleaver had geraakt. Die sloeg in dezelfde nacht dat Rikachu uit de lucht was gevallen op zijn bakkes, toch? Het lijkt gewoon logisch dat die twee dingen nou met elkaar te maken hebben. Oké. Hij vraagt, wie of wat ben je eigenlijk, Rikachu? Ik ben toch gewoon een Survey Corps member? Wat is er? Dat is, doe gewoon rustig, man. Kamado zegt, inderdaad, je hebt alles gedaan wat ik gevraagd heb. Maar dat is geen antwoord op de vraag wie jij echt bent. Je kwam uit de rift, net als de bliksem. Jij hebt te maken met die gekke Pokémon, toch? Of niet? Denk je nou echt dat je ons vertrouwen kan winnen door de Pokémon rustig te maken die je zelf zo gek hebt gemaakt? Zit je nou mij te beschuldigen dat ik dat heb gedaan? Ik heb niks gedaan. En nadat je ons vertrouwen had gekregen, wat wil je dan doen? Wat is je plan hier zo? Ja, helemaal niks, joh. Ik wil jullie gewoon helpen. Adamon zegt ook, hey, rustig, commander. Er is niks dat suggesteert dat Rikachu ons kwaad heeft gedaan. Adamon en Irida zijn het er niet mee eens wat de commander allemaal zegt. En Kamado, die zegt, nou, laat me dan dit aan jullie vragen. Kunnen jullie bewijzen dat hij geen schuld heeft? Yo, maar dit is de omgekeerde wereld, vriend. Deze persoon, deze vreemdeling kwam uit de rift. Wie kan garanderen dat hij is wie hij zegt dat hij is? Wie kan garanderen dat we hem kunnen vertrouwen? Ja, dan kom je nou mee. Ik heb al jullie problemen opgelost en nu opeens kan je mij niet meer vertrouwen. Iedereen die zegt, nee, niemand kan dat. Je kan niet zomaar dit laten bewijzen dat hij onschuldig is. Hoe dan? En Adamant zegt ook van, ja, laten we eventjes rustig nadenken. Wat moet Rikachu dan doen? Kamado begint na te denken. Zijn handje onder zijn kin. En hij zegt dat ik de laatste ramp moet gaan onderzoeken. Maar niet als een member van het Galaxy Team. Ik ben nog steeds een verdachte tot ik mijn naam kan zuiveren. Hallo man, waarom doe je zo? Ik moet weg. Ik ben niet welkom meer in het Galaxy Team. We zijn verbannen uit het dorpje. Nou, als ik de wereld weer heb gemaakt zoals die was, dan is mijn onschuld pas bewezen. Man. Nou, iedereen zegt, hoe ben je zo harteloos? Geloof je niet in Rikachu of zo? En Kamado die kapt het allemaal af. Hij is de baas, hij is de commander en hij maakt de beslissingen, zegt hij. Leventon en Akari die geloven het ook niet. Die staan ook met een bek vol tanden. En Celine zegt, ja, orders zijn orders. Oh, daar gaan we. Daar gaan we. Ah, nee. En de hele stad, het hele dorpje is gewoon toe aan het kijken, hè. Kijk ze allemaal. Oh, man. Ja, nee. Dit is niet oké. Gewoon, dit is gewoon een publiekelijke walk of shame. Net als in Game of Thrones. Ik vind het niet oké. Ik voel me echt een beetje vernederd nu gewoon. Heb ik alles voor jullie lopen doen en dan word ik gewoon verbannen hier uit het dorpje. Celine die wil ons persoonlijk escorteren naar het kamp. Akari gaat met ons mee. En Leventon ook. Nou, daar staan we dan. Lekker dit. Akari zegt ook, ik kan niet geloven dat de baas dit zou doen. Hij gaf je al die opdrachten en nou gooit hij je er gewoon ook uit. Hey, Celine zegt, maar er zijn misschien twee mensen die je kunnen helpen. Je hebt de Diamond en de Pearl Clan geholpen. En misschien kunnen Adamant en Irida je wel helpen. En Akari zegt, ga eerst even naar Lion. Hij zal nog steeds bij de Grand Tree Arena zijn. En Celine zegt, ga niet alleen dood daarbuiten. Dat is een order. We krijgen alles wat we nodig hebben van Celine om onze taken te volbrengen. Nou, bedankt allemaal. Leventon die denkt nog van, oh nee, nu gaat onze droom om de Pokédex compleet te maken ook nog de fout in. Nou, we gaan naar Lion, jongens. Gelukkig gelooft Weirdeer nog wel in ons. Lion, help me! Ik ben verbannen! Wij zijn toch matties of niet? Lion zegt, yo, wat in de wereld heb je nou weer gedaan? Kijk nou hoe groot de drift is geworden. Als er nu bliksem uitkomt, dan kunnen alle Pokémon in Hisui gek worden. De hele clan is in paniek. Ik had moeten weten dat er alleen maar rampspoed zou kunnen komen. Lion,
Ik heb je hulp nodig, jongen. En Lion zegt, ah, help, help. Nou, dat is iets wat ik niet kan doen. Het is niet dat ik je niet wil helpen, maar dat zal Irida in een moeilijke positie brengen. Ik zou het echt heel graag willen, maar ik kan niks voor je doen. Warden May kan je misschien wel helpen. Oh, oké. Nou, dan gaan we Warden May even opzoeken. We moeten naar de Worn Bridge, blijkbaar. Oké, dankjewel, Lion. Heb je me toch een klein beetje geholpen? Het is wel echt zo chill dat we nou zo makkelijk overal gewoon kunnen komen. Door de wind... Door de regen, dwars door alles heen. Door de storm, al zit alles me tegen. Ik ben nooit alleen. Dankzij jullie. May, ben je hier? Yo, hallo. Hallo Munchlax. May zegt, my, de lucht ziet er nu wel heel eng uit. Je weet niet hoe dat komt, toch of wel? Nou, ik weet echt niet. Ik heb van onze leider gehoord wat er is gebeurd. Je kan niet terug naar je village, naar je dorpje, toch? Maar ik ben bang dat de Diamond Clan niet degene zijn die jou kan redden. De Diamond Clan krijgt dan oorlog met de Galaxy Team als alles fout gaat. En dat moeten we ook niet willen. Weirder vind je wel aardig en ik wil je helpen, maar... Ik kan je ook niet helpen. Verlies geen hoop. De tijd lost alles op. En daarnaast, je hebt een talent dat je je eigen weg wel vindt in de wereld. Ik weet zeker dat je de oplossing zal vinden. Nou, bedankt. Waarom wil niemand me helpen? Kijk, we lopen ook echt naar het randje daar. We staan een beetje te kijken zo van, ja, en nu? Wat moeten we nu? We zijn verlaten door iedereen. Maar niet door iedereen, want ik hoor krrr. Nou, Shinxy... Hallo. Nou, oké. Shinx heeft mij niet verlaten. Kijk, toch weer een kleine glimlach. Oké, Shinx. Ga je mij vertellen waar ik naartoe moet met je matties? Moet ik achter jullie aanlopen? Weten jullie de weg? Hey, daar is Volo, toch? De stem zegt in ieder geval, er gebeuren vreemde dingen overal waar jij gaat, hè? Ja, kijk, daar is die Volootje. Ik heb je eindelijk gevonden, Rikachu. Ik heb overal gezocht naar je. Maak je geen zorgen, ik weet wat er is gebeurd. Beide clans willen je niet helpen en de Galaxy Team ook niet. Maar je moet je geen zorgen maken. Er zijn nog steeds hoeken in Hisui waar we naartoe kunnen. Ik weet een plek voor de perfecte schuilplaats. Oké, ja, top, dankjewel. En we zijn er gelijk. Oké, nou, thanks. Helemaal top, Pio. Hebben we een nieuw plekje gevonden. Hey. En een nieuwe mevrouw in een hele donkere jurk. Dit is mevrouw Kogita. En die kan ons alles leren over mythes en legenden. En ze zegt, ik denk dat ik nu eindelijk mijn taak kan gaan vervullen. Dankzij jou. Oké, wat is je taak dan? Ik moet jou guiden. Zij moet mij guiden blijkbaar voor een bepaalde taak. Want anders dan hebben we een grote ramp die op mijn hoofd valt. De rift in de spacetime moet weer rustig worden. Oké. Nou, er komen nog veel meer verhalen. Ja, deze aflevering is vooral praten. En we leren nu eigenlijk meer over het verhaal. Heel weinig Pokémon battles, maar allemaal gouden hoer vandaag. Ze zeggen dat de spacetime rift een portal is naar andere dimensies. In andere rijken heel ver weg, daar is de Almighty Sinnoh. En zij legt uit dat tijd en ruimte, dus waar de Diamond en de Pearl Clan zo aan het bakkeleien zijn, dat die eigenlijk met elkaar in verbinding staan. Ze gaat ons nu vertellen wat wij moeten doen. Er zijn 3 meren in Hisui. Lake Verity, Lake Velor en Lake Equity. En die kennen wij natuurlijk uit Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl. En daar zijn hele bijzondere Pokémon. Ze geven ons 3 trials. En met het ding wat zij aan ons geven, moeten we naar de Shrouded Ruins. En daar kunnen we dan een rode ketting maken, waarmee we de wereld weer met elkaar kunnen verbinden. Kijk, ze heeft gewoon de oplossing. Mijn Volo vraagt, maar gaat de drift dan niet dicht? We kregen een of ander ontwijkend antwoord. Maar ze vraagt of we er klaar voor zijn. Ja joh, ik ben helemaal ready. Ik heb genoeg gepraat. Ik wil actie. Oh, ik word gebeld. Even wachten. Hallo? Kijk, we hebben de 3 locaties nu op de Arcphone gekregen. Hey, en ik hoor een Abra buiten. Yo, what up? Abra heeft een brief bij zich. En daarin staat aan Rikachu. Jij kan mijn Pokémon gebruiken om... Oh. Om de pastures van Jubilife Village te gebruiken. Dus dan kunnen we alsnog andere Pokémon gebruiken. Dit is de Abra van Sylene. Oh, we worden gewoon geholpen door Sylene. Sylene is het niet met de commander eens, jongens. Irida en Adamant komen er ook aan. Yo, jullie zijn gewoon hier. Ze zullen mij niet openlijk gaan helpen, zeggen ze. Ze willen ons helpen, maar alleen één van hun kan ons helpen. Anders vallen ze te veel op. Dus nu moeten we gaan kiezen. Ja, en we weten al wat dit voor gevolgen heeft, hè. Je krijgt hiermee of Palkia of Dialga. Oké, wie is toffer? Wie is toffer? Dat is de vraag van de dag, jongens. Wie vind jij toffer? Irida of Adamant? Laat het weten in de comments. Ik ga vandaag voor Irida. Let's go. Ja, ze is helemaal blij zo te zien. Ik hoop niet dat Adamant nu boos is. Oh, nee. Hij zegt juist, Rikachu vertrouwt mij genoeg om mij alleen mijn gang te laten gaan. Ja, precies, joh. Zo kan je het ook zien. Let's go, Irida. We gaan nu naar het eerste meer. Lake
Clickverity. Go, 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 go. Hoppakee, daar zijn we. Yo, en Irida en Volo zijn er ook al. Ik weet niet hoe zij dit snarellen hebben gedaan. Misschien hebben zij ook nog 120 Pokémon die hun helpen. Maar ik was echt in een recordtempo gegaan. Volo die zegt, ja, dit was een vulkaan. En toen die uitbarstte, heeft hij deze krater achtergelaten. En dat is Clickverity. Hij wordt beschermd door de Pokémon Miesprit. Dankzij Miesprit kennen de mensen blijdschap, maar ook een beetje de pijn van het leven. Oh, mijn telefoon gaat weer. Ik word gebeld door Arceus. Ik moet heel even opnemen. Hallo? Oh, oh, we moeten de telefoon gewoon laten zien. Oh! Dit is echt een super iPhone. Dit is de iPhone 37 extra large, denk ik. Ja, dat kan je voortaan bestellen bij de McDonald's. Let's go. Bij de Happy Meals. Die grot, hij komt vanuit het niks. Ja, nou, dat heb ik gewoon. Ik heb gewoon een telefoontje bij me voor elke moeilijke situatie. Oké, we gaan naar binnen. De lucht voelt wat bedrukt. Oh! Oké, geen Miesprit. Hele andere Pokémon. Ik heb niet getraind. Ik denk dat ik keihard gesloopt word. Kan ik hem van achter aanvallen? Hij kijkt wel een beetje zielig of zo, deze Pokémon. Ik vind hem wel vet trouwens. Oh nee, ik moet met hem praten. Oké, opeens ben je boos. Ik vind deze wel echt heel tof, man. Hisuian Goodrav, dat is wel een basie. Die wil ik eigenlijk ook wel in mijn team. Hij is ook echt level 58, hetzelfde als mijn Rhydon. Oh, hij kent Hydro Pump? Nee. Hij gaat mij zo kapot maken. Goodrav gaat mij echt slopen gewoon. Oké. Draining Kiss doet bijna niks. Oh, hij gaat ook nog lekker. Oké, hij gaat in zijn kokonnetje. Nou, lekker dit. Hopelijk raken we hem met Moonblast. Oh, we doen zo weinig damage. Ik wil hem ook vangen. Oh, ik raak hem niet. Oh, dit gaat helemaal fout. Ik ben hier nog te zwak voor. Floatzel, misschien kun jij wat doen. Please, pak hem. Crunch. Oh, dat doet echt helemaal niks. Oh, nog een keer crunched. Oh, Dragon Pulse op mijn hoofd. Oké, ik overleef dat wel. En zijn stats zijn weer normaal. Oké, nog een keer crunch. Let's go. Ga ik een tweede Dragon Pulse overleven? Dat dan weer niet. Oké, we gaan Zorak even opofferen. Ik ga Pokéballs gooien. Heb ik een Ultra Ball of zo? Ik heb ook geen eens Ultra Balls. Ik moet dit nog met een Great Ball gaan proberen ook. Dat gaat natuurlijk nooit lukken. Dit gaat natuurlijk nooit lukken. Dit gaat helemaal fout. Please! Mag ik je vangen? Alsjeblieft, laat me je vangen. Nee! Ja, hij gaat mij zo hard kapot maken. Oké, Magnezone, kan jij wat doen? Nou ja, je moet eigenlijk niks doen. Je moet gewoon klappen vangen. Kom op! Blijf in de Great Ball. Ik had Ultra Balls moeten maken van tevoren. Ik wil hem gewoon echt graag hebben in mijn team. Kan er niks aan doen. Ik wil die Goodra. Maar ja, ik denk niet dat het gaat lukken. Ik had gewoon mijn Pokémon moeten trainen. Dan ga ik hem maar gewoon proberen kapot te maken, wou ik zeggen. Maar hij gaat mij kapot maken. Ik heb hem gemist. Oh, ik krijg nog een kans. Shadow Ball! Oké, overleeft het gewoon. Nee! Oké, we gaan nu gewoon Strong Style, jongens. We gaan een eind aanmaken met die Goodra. Ah, wel jammer. Dit had wel vet geweest voor in een team. Maar ik wil gewoon niet verliezen nu. Nee, dat weiger ik. Ik weiger te verliezen. Dan doen we het maar gewoon met de Pokémon die ik al heb. Is hier dan de Pokémon van dit meer? Ja, er is een mysterieuze aanwezigheid nu. Bah, thumbnail shot. Daar is die, Miesprit. Hey, yo. Ik hoef toch niet tegen jou ook te battelen, hè? Hey, hij kan praten. Hij zegt jouw emoties. Deel ze met mij. Is goed, man, is goed. Voel mijn emoties, Miesprit. Ik voel me een beetje hulpeloos, als ik heel eerlijk ben. Toen jij in dit land viel, wat voelde je toen in je hart? Bewilderment. Ik voelde me wild. Ja, daar is hij blij mee zo te zien. Hoe voelde het toen je met Pokémon kon samenwerken? Hartverwarmend voelde dat. Dat vond ik zo leuk, joh. Ja? Ja? Oké. En wat voelde je toen je je mingelde met de Hisui-clans? Nou, dat we best wel verschillend zijn, volgens mij. Mijn favoriete antwoord stond er eigenlijk niet tussen, maar maakt niet uit. En hoe voelde je toen je werd weggegooid door het Galaxy-team? Ja, ik accepteerde het maar, joh. Hè? Ze moesten het toch allemaal van mij hebben. Dus ja, gewoon accepteren, doorgaan. We krijgen een deeltje van een spirit om de wereld weer te verbinden. Dus er zal een deel zijn van de rode ketting. Een mooie groene gloeiende orb. Wat is het? Het is Miesprit's plume. En dat laat zien dat we de trial van Miesprit hebben gehaald. Yo! Ja, je bent wel cool, man.
Het was leuk kennis te maken met je. En ik hoop tot de volgende keer. Irita zegt, die Pokémon praten met jou. Maar ik kon het niet verstaan. Beetje mysterieus. Nu, laten we naar Lake Valor en Lake Equity gaan. Lijkt me een topplan, Irita. En dat gaan we doen in de volgende video. Dus doe die duimpjes weer omhoog. Vergeet niet te abonneren, alsjeblieft. En dan zie ik je gewoon weer bij de volgende video. Mazzel!